zo leuk. Dan word je enorm geklust. Ja, kijk, moet je zien. De spijker in het touwtje. Ja, dan trekken we zo'n cirkel, want er komt een behangcirkel op de kamer van Velin aan de muur. En hier zijn we op zolder en hier zijn we het aan het snijden. Het wordt enig, het wordt een bosje. Ik heb dit dus al gekocht voordat we dit huis, dus voordat we de sleutel kregen. Zo dus meer dan 1,5 jaar geleden. Dus ik kreeg 2 weken voordat ik ging bevallen de sleutel. Dus ik dacht, ik moet al bouwmaterialen inkopen. Verf, behang, tegels, noem maar op. Want ik dacht, als ik bevallen ben, dan is het wel fijn als het werk hier doorgaat terwijl ik in mijn kraambed lig. Dus nou ja, dit was blijven liggen. Als je dan mee bezig bent, denk je weer, waarom hebben wij dit niet eerder gedaan? Want zoveel werk is het niet. Maar mijn moeder is even om te helpen. Zo super fijn. Het gaat goed. Tadada. Nou jongens, de grote onthulling van het behangetje. Is die mooi? Heb je de diertjes op de muur? Ja, ze heeft een hysterisch beertje met een muziekje. Maar het is zo leuk geworden. Kijk, en het bedje. Dat heb ik nu ook zo gemaakt. We hadden namelijk een meegroeibed. Van Woody's. Op Holla Baby of zo gekocht. Moet je ook meekijken. En dat is super handig. Dus eerst was het een gewoon een ledikantje. En nu is het een bedje. En Velin is nu 1 jaar 7 maanden. Dus misschien vragen sommige mensen zich wel af van, hey, is ze dan niet veel te jong voor zo'n bedje? Dat kan je wel denken, maar Velin was echt een mega slechte slaper. Echt, het duurde gewoon wel 3 kwartier tot 1,5 uur om in slaap te krijgen met ernaast liggen, maar ook gewoon middernacht nog moeten wandelen met de wandelwagen heen en weer op je arm zo zeulen. Door de kamer heen en weer wandelen. 'S Nachts heel vaak wakker. En toen was ze 1 jaar en 3 maanden. En toen zag ik ineens via Instagram allemaal accounts met Montessori opvoeding. Nou, ik was daar helemaal nog niet echt in thuis. Het houdt heel erg in dat je de zelfstandigheid van je kind stimuleert. Ze hebben dus Montessori bedden. En dan begin je eigenlijk, kan je dat al vanaf de geboorte doen. Dat je dan een vloerbed neemt, noemen ze dat. Dus gewoon een matras op de grond eigenlijk. Ja, dat is mama, hè? Is Velin? maar sowieso gaat er dus heel erg van uit dat je bedjes hebt zonder, zonder spijlen. Dat is eigenlijk het grootste uitgangspunt. Dus nou, zij was 1 jaar 3 maanden. Ik kwam tegen. Ik dacht, ja, baat het niet, schaadt niet. Ik ga het gewoon eens proberen. Want ja, die account zag er zo goed uit. Ook met wat gewoon mensen voor kinderen deden. En nou ja, het is ook allemaal echt heel veel werk hoor. Zo'n thuismoeder ben ik niet qua ook allerlei spelletjes creëren. Zomaar. Ik dacht, het is misschien wel echt heel leuk om uit te proberen. Dus ik heb toen met 1 jaar en 3 maanden de spijlen voor het bed weggehaald. En binnen 3 dagen sliep ze 's middags en 's avonds binnen 5 minuten. En 's nachts kwam ze vaak maar 1 keer. Dus inmiddels gaat dat ook, ja, het gaat wel een beetje op en neer. Want kijk, als ze net tandjes krijgt of ze is ziek, dan zal ik dat hysterisch geluid uitzetten trouwens. Als ze ziek is, dan duurt het natuurlijk wel gewoon wat langer en ze wat vaker wakker. Maar over het algemeen, nu ook weer afgelopen paar dagen, gewoon 's middags en 's avonds slaapt ze echt binnen 5 minuten. Dus dat is gewoon een wondermiddel. Dus als je nog eens heel wanhopig bent voor tips, of je denkt sowieso, ik vind het interessant om je kind beter te laten slapen, probeer dit eens uit. Ik sprak toen ook wel toevallig in de eerste weken de buurvrouw. En zei ik, oh, ik heb de tralies van het bedje gehaald. En ze slaapt nu door. En haar dochtertje was 2, 2,5. En die zei, oh, ik heb het ook net geprobeerd. Maar zij slaapt nu helemaal niet. Dus het ligt denk ik ook wel heel erg aan het kind. En misschien ook aan de fase dat je overstapt. Maar voor ons was het echt perfect. Goedemorgen. Lekker weer een ochtendje zonder Velin is aan het slapen bij mijn ouders. Dus wij waren daar gisteren om te eten en toen gingen wij weg en ze ging echt super enthousiast. Dag mama!
heel hard ook. Dus wij dachten, oké. Nou, die wil in ieder geval heel graag tot de weg gaan. Ze vindt het zo leuk bij opa en oma, bij allebei de oma's. Dus dat is heerlijk. Gisteren was een hele leuke dag. Want we hebben... echo laten maken. Zo leuk. Ik heb echt, ik ben heel benieuwd als ik deze echo vergelijk met Velen hoe het eruit ziet. Ik moest ook echt wel aan Velen denken toen ze de echo maakte. Maar alles was goed, dus dat was super fijn. En ze hebben het geslacht gezien. Wij weten het nog niet. Dus wij weten het zondag de gender reveal party. Heel leuk. Ik ben heel benieuwd. Gisteren was echt een mega zware dag voor mij. Want ik moest gewoon al om 9 uur 's ochtends met gymmen met Velin. Robert moest nog werken. Daarna naar mijn moeder. Toen hebben wij de techniek klaargezet in Tripodia. Tenminste, dat heeft iemand uit onze kerk voor ons gedaan. Maar wij hebben gesoundcheckt. Toen had ik zo'n vergadering. Toen gelijk door naar de echo. Toen eten bij mijn moeder. Toen nog wel even gelukkig een uurtje op bed kunnen liggen. Anders was het echt helemaal niks geworden. Toen samen aanbidding gedaan. En toen naar huis. Dus dat was echt voor mij way too much. Maar wel echt van, echt een heerlijke dag. Het gaat vandaag wel weer in mijn hoofd goed. Eigenlijk sinds woensdag gaat het wel weer goed. Het is vandaag vrijdag. Maar daarvoor had ik slechte dagen weer. Echt, het was niet te doen. Ik heb ook echt 3 dagen met elkaar op zitten janken. Want ik dacht echt, oh, we zijn weer helemaal terug bij af of zo. Maar gelukkig word ik in mijn hoofd wat helder. Ook al is het vermoeiend. Maar ja, niet meer dat ik echt zo de weg kwijt ben. Dus dat is fijn. Nog even tussendoor. Dit is zo lekker. Ik eet al sinds jaren dag 's ochtends smoothies of gewoon fruitblender met kefir of yoghurt. Maar dit, peren met kaneel. Zo lekker voor de afwisseling. Wij hadden net de gender reveal. Zo leuk. Hoe vond jij het, schat? Ja, heel leuk. Ja, het was echt heel leuk. Hè? Ja, het was echt, echt een groot feest was het. Ja, kijk, we hebben hier nog het restje. De ballon is er nog deels op het plafond. Maar het was dus heel leuk. Ik monteer zo wel even in hoe het gegaan is. Maar ja, het was heel leuk om een taart laten maken. Die was, ja, was hartstikke leuk. En we hadden partypoppers. Dat was ook leuk, dus dat ga je straks zien. En het is... dus een... nou, ga eerst even kijken. Zijn jullie af zo 3, 2, 1 en doen wij... zo. Ja, laat het omhoog. Nee, ik schaak niet zo. Zo. Nee, nu is het helemaal niet. Dat is wel heel laag. Ja, we zijn hier 5 tot 8 meter, dus we gaan niet in mijn richting. Ja, ja. Het gaat heel goed. Ik moet niet sturen. Ik moet niet sturen. Nou, jongens, spannend. Oké, 3, 2, 1. Meisje. Dus nou, dat hadden wij. Wij waren allebei team roze. Mensen konden sticker van tevoren kiezen of ze team boy of team girl waren. Dus wij hadden al wel van tevoren een beetje ingeschat dat het een... tenminste ingeschat. Ik hoopte eigenlijk dat het een meisje wordt. Dus ik ben er heel blij mee. Ja, dus het was zeer geslaagd. Het is the day after. Vannacht best wel lekker geslapen, al ben ik vannacht wel heel wakker en toen was ik heel misselijk. En heel veel hoofdpijn. Dus heb ik Robert om een paracetamol gestuurd. Ik dacht, oh, ik kan echt niet naar beneden lopen. Ik had ook al gezegd dat donderdag echt een intensieve dag was voor mij. Ja, dat heb ik dus wel gemerkt, want ik had vrijdag weer overgegeven. En dat is echt gewoon van oververmoeidheid. Terwijl...
Kijk, die dag was in mijn normale leven heel normaal. Maar nu is dat allemaal dus niet normaal. Ik vond het ook grappig dat in de eerste vlog, dat je dan vertelt, je ons wel een verhaal over hoe slecht ik me voel. Maar dat zie je dus helemaal niet. Dus dat was zo gek, hè? Dat je er gewoon van buiten wel oké uit kan zien. Maar ik kan gewoon echt maar halve dagen functioneren. En dat feestje gisteren was dus echt mega leuk. Vooral omdat, ja, ik heb gewoon bijna geen sociaal leven. Ik doe denk één keer in de maand iets leuks. Omdat ik daar gewoon heel erg lang van bij moet komen. Maar ik voel me nu mentaal heel goed, want ik ben zo... Het was zo leuk en zo gezellig. Dus dat is mega leuk. Ja, het was gewoon echt heel leuk om dit te doen. Want ik al wilde bij VLN ook, maar toen had ik er gewoon helemaal geen energie en kracht voor. Omdat ik gewoon toen zo over mijn grens ging met alles dat ik voor de rest gewoon niks kon. Maar nu heb ik er echt heel erg van genoten om dit mee te maken. Dus dat is een meisje. Ik heb net al alle kledingdozen van VLN even uit de kast gehaald en op een stapeltje gezet. Dus ik heb vandaag niet genoeg energie om daar wat mee te doen. Maar het is toch fijn om ze even bij te pakken. Dus ga ik dat opruimen. En tenminste, dat ga ik in de commode doen van de kleine. Het is zo gek om het te weten. Ik praat toch nog een beetje in dat het onzijdig is. Maar heel leuk. Ik ben zo benieuwd. Dus we kunnen ook nagaan denken over naam. Voor een jongen was ik er al over uit. Maar voor een meisje... Ik heb nog twee opties, maar Roort heeft wel een sterke voorkeur voor één van die opties. Dus ik denk dat die het wordt. Dat vind ik wel jammer van die andere naam. Maar ja, nou, okay. Hij mag ook mee kiezen. Dus leuk. Heel leuk. Nou, ik ga er even van nagenieten. En even bijkomen. Ik heb nu vanochtend even thuis weer opgeruimd. Tenminste, wat er nog van overal super. Gisteren hadden we super lief allemaal met school. Nu ga ik lekker eten en dan ga ik slapen. Dan nog even naar de fysio. Dan denk ik veel en alweer halen. Dus dan koken. Zit de dag er al op? Mag ik weer lekker naar bed? Oké, nou. Het is heel leuk. Leuk om dat je met jullie te delen. En ik zie jullie in de volgende vlog. Doei doei.